Mijn naam is Hans Hoogland, firma Lemke. Ik ben Area Sales Manager al meerdere jaren. En ik wil u vandaag even meenemen op het gebied van ploegen. Staat in de belangstelling zoals altijd. Zelfs nu een toenemende belangstelling, ook vanwege de glyfosaatdiscussie. En daarnaast is er steeds meer belangstelling voor het ploegen, niet in de voor, maar naast de voor, oftewel onlend. Die vraag komt ook logischerwijs, want trekkers hebben hier en daar bredere banden, passen niet altijd makkelijk in de voor. Gelukkig hebben steeds meer trekkers ook een RTK-GPS-systeem en dat geeft mogelijkheden om onlend te kunnen ploegen. Wat komen we nog meer tegen? Stukje ervaring hebben al op de kleigronden, rijden best al heel veel Lemke-klanten ook onlend. Op de zandgronden nog minder vaak, want vraagt wat meer aandacht van de chauffeur. En dat is ook een belangrijk ding, het moet ook bij de klant passen. We kunnen 4, 5, 6 schaar, zelfs tot 14 schaar onlend ploegen. De techniek is er allemaal. Alleen, wat komt erbij kijken? U rijdt, wat ik net al zei, niet in de voor, maar naast de voor. Dus dat vraagt wat meer aandacht qua instelling van het RTK-GPS-systeem. Af en toe iets corrigeren met de hefrichting, dat u goed aansluitend kan blijven ploegen. Wat ook van belang is om netjes onlend te kunnen ploegen, wat hier ook het geval is, dat de grond mooi, vast en egaal is. Hoe vaster de grond en egaler, hoe netter de ploeg loopt, hoe netter de trekker loopt. Dit even als belangrijkste punten waar je stil moet blijven staan bij onlend ploegen. Als het wel een keer heel nat is en het lukt niet met onlend ploegen, kan ik dan ook weer terug in de voor. Ja, dat kan. Heel simpel. Hier ziet u een bepaalde tussenbrug met een aangekoppelde cilinder. En als je de cilinder uitschuift, dan kan je binnen een paar tellen de ploeg van in de voor naar naast de voor zetten. Wat het nog iets makkelijker maakt is een isobusbediening. Dat zit op deze ploeg. Dan kan je het zelfs met één knopdruk doen. Instelling van in de voor naar naast de voor. Wat ook in de belangstelling staat is steeds ondiepe ploegen om de meststoffen meer bovenin te houden. We ploegen hier een centimeter of 20 en kan je mooi meten met deze prikstok dat je rond die 20 zit hier een ploegzool en die heffen we op met ondergrondwoelers zodat ook het water beter weg kan. Capillaire werking wordt hersteld zodat de plantengroei ten goede komt. Een paar punten waar ik nou even bij stil wil staan is 1. Nog de voorscharen. Zeker op deze wat veenachtige gronden komt aankoeken nog wel eens voor. Dus sinds kort kunnen we ook kunststof voorscharen aanbieden. Die zijn gladder, dus aanbakken is daarmee voorkomen. Die zijn allemaal glad. Zeker op zandgronden is het van belang om de grond weer aan te drukken voor de herbevestiging dat de capillaire werking op gang komt. Dat de grond voldoende vast wordt om met je zaai- of pootmachine er weer over te kunnen rijden. En daar passen we voorpakkers op toe. We hebben twee systemen voor. Een aangebouwde flexpak. Die zie je ook veel bij ploegen die in de voor rijden. Daarnaast hebben we ook de getrokken voorpakker. Die is qua gewicht natuurlijk ietsje zwaarder. En die nemen we mee met de zogenaamde vangbek. Die kan hydraulisch open en dicht. En in dit geval hebben we een dubbele 70 voorpakker. Optioneel is er ook dubbel 90. Met een 45 graden tophoek en die geeft op dit soort gronden naar ons idee het beste resultaat. Optioneel hebben we ook 30 graden tophoek. Dit is een veld wat klaargelegd wordt voor maisland, dus voor ons idee is dit prima qua grondbewerking. Voor bietenland kan het wenselijk zijn dat de grond nog wat egaler wordt aangedrukt in de toplaag. En daar kunt u zien, daar zit een bevestigingspunt. Daar kunnen we de voorpakker nog uitrusten met een zogenaamde naloopprol.